Ja, we staan hier met Bob de Voogd. Jullie hebben net 3-1 gewonnen van Den Bosch. De eerste overwinning van het seizoen. Dat is een welkome opsteker na 3 wedstrijden niet gewonnen te hebben. Ja, dat kun je wel zeggen. Ja. Vrijdag zaten we eigenlijk al dichtbij en hadden het gevoel dat we hem binnen gingen slepen. Ja, toen wordt het toch nog 4-4 en dan zit je eigenlijk een beetje verslagen erbij. En het is wel lekker dat we nu hier in eigen huis de eerste 3 punten halen. Het was wel een moeilijke start voor ons, deze competitie met Kampong in Amsterdam natuurlijk. Maar ja, dat is geen excuus en we willen meedoen om de play-offs. Dus dan krap je wel even achter de oren als je na 3 wedstrijden op de 10e plek staat. Dus hopelijk kunnen we vanaf vandaag weer een beetje omhoog gaan kijken. En het voelt lekker. Wat hadden jullie afgesproken voor vandaag? Nou ja, we hebben hem eigenlijk gewoon benaderd als een normale wedstrijd. En het is natuurlijk moeilijk als je 1 punt haalt uit 3 wedstrijden om heel moeilijk te gaan doen en heel veel negatieve dingen te gaan benoemen. Ja, daar word je denk ik ook niet beter van. Dus we hebben gewoon heel goed gekeken naar Den Bosch en hoe we daar tegen konden spelen. En ik denk dat we dat bij Vlagen wel heel goed gedaan hebben. Het was niet spetterend 70 minuten lang, maar wel het overmacht gehad denk ik in het spel. En voor rust op 3-0 en dat is gewoon heel sterk. Het had meer kunnen zijn, denk ik. Ik denk dat we ons plan gewoon goed hebben uitgevoerd. En een mooie stap in het proces. Het zijn nog 18 wedstrijden, dus we moeten gewoon punten gaan halen. Dus ja, zo simpel is het. Maar was dit een ander oranje-rood dan de eerste 3 wedstrijden? Nou, deels wel, maar ook niet helemaal. Ik denk dat we afgelopen vrijdag ook goed hockey hebben laten zien. Maar toen kregen we gewoon heel slordig goals tegen. En dat mag gewoon niet. Ik denk dat we dat vandaag wat beter onder controle hadden. Iets zekerder speelden. Natuurlijk kregen we steeds wat kansen en corners tegen. En daar moeten we gewoon in verbeteren. Maar ze gaan er in ieder geval al niet meer in. En aanvallend hebben we gewoon een stap gezet. We scoren wel. Want we scoorden 3 tegen Amsterdam, 4 tegen HDM en 3 tegen Den Bosch. Dat is gewoon keurig. En we moeten gewoon zorgen dat we die wedstrijd eerder op slot kunnen gooien. En ik denk dat we dat vandaag wel goed gedaan hebben. Ja, jullie stonden inderdaad knap voor bij rust. Wat is er eigenlijk gebeurd na die vrijdagavond, na die 4-4? Ik kan me voorstellen dat het even een dieptepuntje is en dat je elkaar even diep in de ogen aankijkt. Ja, tuurlijk. Dat hebben we ook gedaan. Dat hebben we ook na de eerste wedstrijden gedaan. En wat ik net zei, we hebben ook weer niet... We hebben de stemming wel normaal gehouden, zeg maar. Want het hoort er gewoon bij. En je moet de goede dingen meenemen. En de dingen die beter kunnen, moet je gewoon verbeteren. En dat is ook sport. En speel je die wedstrijd 100 keer over, dan win je waarschijnlijk 90 keer. Zo is het ook, weet je wel. En we hebben gewoon heel professioneel gekeken naar Den Bosch. En die wedstrijd vrijdagavond eigenlijk afgesloten van HDM. En dat is het voordeel van zo'n dubbel weekend. Dan kun je lekker 2 dagen later herstellen eigenlijk. Dus ik ben gewoon blij dat we het nu goed doen en punten hebben. En voor ons als team is het gewoon een goede stap. En ik denk... Ja, hoe we vandaag op het veld staan, het straalt wel weer meer plezier uit en meer team uit dan de afgelopen weken. Ik denk dat dat voor ons gewoon heel belangrijk gaat zijn. Dan zie je, dan komen de resultaten wel. En daar moeten we ook in blijven geloven. Het is gewoon een mooie stap. En we sluiten weer een beetje aan nu, hoop ik. En kunnen weer omhoog gaan kijken. Ja, het zag er degelijk uit. Toen stonden jullie gewoon netjes 3-0 voor. Werd het 3-1. En toen leek het alsof jullie het even kwijt waren, terwijl er eigenlijk niks aan de hand was. Nee, klopt. Ja, ik riep het in het veld ook. Ik was een beetje extreem aan het coachen, wat ik dat normaal helemaal niet zo doe. Ja, we waren heel slordig. We raakten veel ballen kwijt. Veel stilstaan in het veld, eigenlijk op het hele veld. En zij speelden wel iets meer press, maar ook weer niet dat je dacht van, daar kunnen we niks meer mee. Dus ik vond het ook niet... ik was er zelf ook niet zo heel blij mee. Dat merkte je denk ik wel langs de kant. Maar ja, dat soort dingen zijn gewoon verbeterpunten voor ons. We hebben genoeg kwaliteit in de ploeg om daar gewoon rustig rond te blijven en gewoon te blijven hockeyen. En daar zit gewoon een verbeterpunt. Dan krijgen we toch weer een paar corners tegen, een paar kansen tegen, wat niet nodig is. Als we echt goed zijn, dan spelen we die wedstrijd uit en dan maken wij hem zelf eigenlijk aan de andere kant. Ja, nu, billenknijpen wil ik het ook weer niet noemen, maar maken het onszelf eigenlijk een beetje onnodig moeilijk in de laatste 10 minuten. En dat is ook wel weer zonde, want het is gewoon die wedstrijd duurt gewoon nog 10 minuten en dan kun je ook nog iets uithalen in mijn ogen. Zeker als spits ben je dan... Ja, dan wil je altijd nog lekker hockey en kijken of er nog kansen liggen. En dat zit misschien in mijn aard ook een beetje. Maar ik denk dat we daarna moeten kijken. En het maakt ons denk ik als team ook beter als we wat meer van onze eigen goal af kunnen hockeyen. Dus verbeterpuntje. Laatste vraag, Bob. Is hiermee eigenlijk met de eerste zege ook een crisis afgewend? Of is het woord crisis een beetje overdreven? Nou ja, kijk, dat is natuurlijk iets wat van buitenaf heel veel... genoemd wordt. Ik kreeg ook al een paar appjes van, zit de druk er al lekker op? En ik denk dat we als team gewoon heel professioneel zijn gebleven. Juist elkaar ook de waarheid hebben gezegd waar nodig. En dat is ook belangrijk, want als je dat niet doet en uit elkaar valt, dan heb je wel echt een probleem. En dat hebben we denk ik wel heel sterk gedaan deze week met name.
Ik dacht eigenlijk dat we er vrijdag al klaar voor waren om die punten te halen. Dan leek het heel lang ook op. Ja, het mocht niet zo zijn en vandaag wel. Dus, nou ja, het is, crisis is nooit echt aan de orde geweest natuurlijk. Maar ja, als je niet wint, dan begrijp ik wel dat daar over gesproken wordt. En dan krijg je daar meer rumoer over, ook een beetje binnen het team natuurlijk. En die punten halen is gewoon heel belangrijk voor ons. Dus ja, wel een beetje. Ja.